Piet Stevaert. Sinds zijn geboorte heeft Piet te kampen met een zwaar erectieprobleem. Vandaag doet hij een oproep om zijn leven totaal te veranderen. Goeiedag, mijn naam is Piet Stevaert. Ik leid al sinds mijn geboorte aan een zware erectiestoornis. Het was al bij de eerste echografie dat de dokters iets opmerkte, iets abnormaals. Ik was vergoed gedoemd. Hè. Ik had een erectiestoornis. Nu, vanaf dat ik 3 jaar was, begon mijn penis enorm te groeien. Werd die wel zo lang, maar ja, ik kon er niks mee aanvangen. Dan had ik daar zo'n lange zwabber. Maar wat kan je ermee doen? Je krijgt hem niet recht. Dus ja. In het begin, goed. Je bent jong. Allee, zeer jong. Je moet er nog niet veel mee doen. Je ondervindt eigenlijk niet zoveel last. Dus dat viel allemaal nog goed mee. Dan krijg je daar ineens smerma bovenop. Ik weet niet of jullie smerma kennen, maar het is dus een ziekte waarbij een vloeistof, ja, iets breiachtig, wordt afgesneden aan de eikeldop van de penis. En het stinkt enorm en dat er dan nog eens bij, dat werd echt veel te veel om te verwerken als kind. Dan had ik die 2 ziektes, smegma en een erectiestoornis. Dan nog, je bent 5 jaar, je merkt er niet veel van. Maar dan, het is de leerjaren. Het medisch onderzoek, dat was een jongen, Timothy. Pestte graag. En ik was nog een normale jongen, maar bij het medisch onderzoek, ja, wat eigenlijk totaal niet mocht. Maar hij heeft toch door het raam gekeken. En het is de leerjaren, ze beginnen zo wat vieze woorden te ontdekken. En vanaf dan is het begonnen. Het gepest, het van, ik ben mijn boterhammen vergeten, heb jij toevallig een stokbrood op zak? Echt toevallig, dan, kan jij je blokfluitlesje spelen? Echt, het ging niet meer, dan zelfs de leerkracht, heb je je meetlat wel bij? En het werd echt veel en dan geen seks kunnen hebben, hè. Ik ken het gevoel totaal niet, het is iets totaal onbekends voor mij. En daarom zou ik graag aan jullie willen vragen of jullie mij, alsjeblieft, ik zou je echt heel dankbaar zijn, willen steunen, een beetje geld inzamelen voor mij en mijn operatie die enorm veel geld kost. Zo, dat was mijn oproep, ook al is het maar een paar euro, als iedereen dit gaat doen, dan krijg ik binnenkort een stijve leuter. Waar ik al jaren op zit te wachten. Ik dank u voor het luisteren. Zo. Dan ben ik weg.